vorige week de eerste informatieavond gehad. Ja. Ja, over de open zaadjes van de kleedkamers van Audacia. Hoe is dat verlopen? Ja, dat was een leuke avond. De kantine was redelijk gevuld. En we hebben daar eigenlijk uitleg gegeven over eerst hoe de kleedkamers eruit komen te zien. Met een tekening van Pieter Vergisbergen en wat toelichting erbij. En met name ook waarom hebben we nou eigenlijk voor dit concept gekozen. En toen dat helder was, toen zijn we ingegaan op het financieringsverhaal. En in eerste instantie de obligaties zelf. Dus het tijdelijke geld dat we nodig hebben om te kunnen lenen. En daarnaast, dat heeft Wim Wolfs gedaan trouwens. En daarnaast heeft Wim ook iets verteld over een club van 100 die we willen oprichten. Om ook gewoon blijvend geld binnen de club binnen te krijgen, zeg maar. Als ik nu een obligatie pak, ja, hoe zit het dan precies in elkaar? Nou, dan leen jij ons dus 1000 euro. En die 1000 euro die zullen we op enig moment terug moeten betalen. Net zoals die 1000 euro die wij aan alle mensen terug moeten betalen. Samen met de rente. Nou, we willen dat eigenlijk qua exploitatie loskoppelen van het verdere Audacia gebeuren. Die kleedkamers die moeten zichzelf echt kunnen gaan bedruipen. Dus we hebben per jaar gewoon geld nodig om rente en aflossing te kunnen betalen. Nou, daar hebben we al een rekensom voor gemaakt. Voor een stuk komt dat uit een stuk contributieverhoging vanaf volgend jaar. Daarnaast gaan we fors op de energierekening besparen. Want er staan nu twee verwarmingsketels. Eentje bij de kleedkamers aan de overkant van de weg. En eentje bij de kleedkamers hier. Twee oude ketels die niet zuinig zijn. En er komt dus één zuinig systeem voor terug. En daarnaast zit er nog steeds een stukje financiering op de verbouwing van de kleedkamers aan de overkant van de weg. Nou, die loopt eraf. Dus dat betekent dat we daar wat extra ruimte voor rente en aflossing krijgen. Om te gebruiken voor de nieuwe lening. En dan vervolgens houden we nog een gaatje over wat we moeten vullen. Alleen het is heel lastig om aan te geven hoe groot het gaatje is, want dat hangt erg af van tegen welk rentepercentage kun je lenen. Dan kunnen we al die obligaties lenen tegen 3%, ja, dan hoeven we minder rente en aflossing te betalen of minder rente te betalen dan wanneer we bij de bank gaan lenen. Maar goed, dat gaatje moet gedicht worden en daar willen we eigenlijk op twee manieren in ieder geval doen. Door die club van 100, waar we dus druk mee bezig zijn. Stel je hebt 100 mensen die 100 euro per jaar geven dus aan de Dacia als zo'n club van 100, ja, dan heb je dus al 10.000 euro binnen. En daarnaast willen we op zoek gaan naar kleedkamersponsoren. Dus dat kleedkamer 1 gesponsord wordt door bedrijf X met een bordje erbij. En ja, dat die sponsoren daar een bepaald bedrag per jaar voor betalen. Nou, zo moet dat bedrag, of zo moet die exploitatie moet dekkend te maken zijn. Daar zijn we van overtuigd. En die willen we in ieder geval hebben voor onze particuliere investeerders. Maar als wij het geld bij de bank zouden moeten ophalen, of nog een restant bij de bank moeten ophalen, ja, dan moeten we dat huiswerk ook gedaan hebben. Dus dat is ook iets waar we de komende maanden mee, of de komende weken eigenlijk mee in de slag gaan. En we hebben daar bewust even mee gewacht, omdat we dus eigenlijk niet weten tegen welk percentage we nou precies kunnen lenen. En dat hopen we deze week wel duidelijk te krijgen, doordat die obligaties steeds voller lopen. Oh, ja, ja. Nou mensen, ik wil graag iedereen toch nog een keertje uitnodigen om een obligatie te nemen van Audacia. We hebben er nou dik 65 verkocht, dus we gaan richting de 100. Dus wil je nog meedingen voor die prijzen? Nou, wees er dan snel bij, want straks zou het zonde zijn als je te laat bent. Inschrijven kan nog tot 1 januari, dan sluit de inschrijvingsdatum en dan maken we de balans op om te kijken wat we opgehaald hebben via de obligatielening en wat we nog bij de bank moeten financieren. Dus wij rekenen op jullie steun.